Hier vis weer. Volgende commentary hier. Dit keer met een hele goede kameraad van mij, waarmee ik elke avond online speel. Ik zou zeggen, stel je even voor. Nou, welcome back everybody. Aan je stem kan misschien al horen, ik ben Ujik Mysterious. Ik ben oftewel Erik. En ik ben 21 jaar en ik doe nu HBO-opleiding elektrotechniek. Dus een beetje dezelfde kant als Fish. En ik zou zeggen, Fish, stel je eigenlijk ook maar even voor mijn kanaal. Nou, ik ben Chris, ik ben 30 jaar. Natuurlijk een hele goede kameraad van jou online. En wij kennen elkaar natuurlijk via The King 77 NL. En vond het leuk om een keertje weer met jou een commentary samen te doen. Het is de tweede keer natuurlijk. Ik zou zeggen, vertel wat in ieder geval over je gameplay. Nou, het is Hardhead. Ik speelde hier als goed is met de PP90 M1 met suppressor en kick, dacht ik. En dan gewoon de specialist killstreak. Even kijken, Hardline, Scavenger en Blind Eye unlock ik. En ik had als goed is, als ik het goed door heb, volgens mij Sleight of Hand, Assassin en Citrap aanstaan. Dus dat is ongeveer de klas. Nou ja, wat ik hier eigenlijk zit te doen, ik zit eigenlijk gewoon te wachten tot er één iemand die gast daar verderop doodschiet. Ik zie dat je kameraad delete als decoy gebruikt. Ja, dat moet je ook gebruiken. Je moet soms je teammaten eerst laten gaan voordat je zelf doodgaat. Nou, hier heb ik net het geluk dat ik zo'n wapen pak. Iets meer long range. En dan lekker sprayen, hè. Ik heb geen modder controller, jammer genoeg. Als ik hem helemaal vol pompen. Ja, dan zijn ze iets makkelijker te killen, hè, in dit geval. Ja, dan zijn ze iets makkelijker te killen. Dat vind jij ook wel, denk ik, Fish, met de modder controller. Nou, ik heb er zelf geen één. Ik heb natuurlijk gewoon ook een ordinaire Xbox controller. Dus dat wordt een beetje voor later. Voor later. Ja. Dan ga je ze sprayen met een sniper. Nou, naar sniper ben ik niet heel goed in, hè. Daar ben jij een stuk beter in. Ja, Paul is er nog misschien wel wat beter in, maar af en toe vind ik het wel even leuk. Ja, hey, vertel eens, je gameplay is best wel bijzonder. Bijzonder. Het bijzondere is natuurlijk al een MOAB, maar wat dan nog meer bijzonderder maakt, denk ik, is dat ik niet doodga. Dat is denk ik toch wel toch de kerst op de taart, vind ik. Ik weet niet of jij daar zo ook over denkt. Ja, dus ik heb nog nooit eigenlijk een flawless wedstrijd gehad. Dus, Ja, maar jij hebt al heel veel MOABs gehad natuurlijk. Dus ja, kan niet altijd feest zijn voor jou. Nou, ik heb er ook maar één, hè. Dus, maar één? Ja. Wel een stuk of 30, maar. Nee, ik heb er maar één gehaald op Domen in ieder geval. Hoeveel heb jij er gehaald ongeveer? Ongeveer 170 nou. Dat is alleen op Team Deathmatch, Kill Confirmed en Domination meegeteld dan. Oh, oké. Okay. Je hebt ook nog een MOABs op andere... Op Capture the Flag heb ik er denk ik wel een stuk of 70 nog. En op Demolition, maar ja, die zijn iets te makkelijk. Oké. Okay. Vind ik. Want zo? Nou, bij Capture the Flag is het zo dat, daar heb je sowieso al die span relay tussen zitten. Dus, en ze spannen meestal daar bij je Capture the Flag allemaal hartstikke simpel, allemaal bij elkaar. Dus dan kun je ze gewoon vastzetten. En dat is bij Demolition precies hetzelfde. Daar spannen ze ook allemaal gelijk hetzelfde. En als je dan in de goede hoek zit, dan kan je ze makkelijk allemaal killen. Ja, vertel eens wat je bedoelt met dit span relayer. Nou, span delay, dat betekent bij Capture the Flag is sowieso 5 seconden. Dus dat betekent als je doodgaat, moet je sowieso minimaal 5 seconden wachten. Tot maximaal volgens mij 12,5 seconden. Dus de computer die geeft jou gewoon een tijd. Bijvoorbeeld, je mag 7 seconden wachten. Dus als jij doodgaat, moet jij 7 seconden wachten voordat jij weer aan het spel mee deel mag nemen. Dus dat betekent dat jij, als jij even 3-4 man neerschiet, dat jij toch wel even goed kan hergroeperen om... om de volgende weer even eigenlijk een beetje span te treppen. Oké. Okay. Nou, dat wist ik helemaal niet. Dus misschien heb ik zelf ook weer wat geleerd. En natuurlijk de mensen die het niet weten, die weten het ook natuurlijk meteen. Ja. Ik zie dat je best wel vaak op Hardhead MOABs hebt gehaald. Is het een stuk makkelijker dan de andere mappen? Ja, ik vind eigenlijk wel, want hier heb je minder eigenlijk van die choke points. Je moet eigenlijk hier alleen die tunnel moet je eigenlijk een beetje ontwijken. En als je over de B-vlak heen gaat... En voor de rest dan kan je wel lekker lopen, lekker dropshotten en lekker kleine combats. En daar ben ik toch wel goed in close combat. Dus ja, dan moet je gewoon gebruik maken van je eigen skills en zo goed mogelijk benutten. Oké. Okay. Nou, je zegt toevallig nu choke points. Wat zijn dat dan? Want dat is misschien ook wel handig voor de... Choke points, als ik het goed heb, zijn dat punten waar het knel loopt. Dus of dat waar heel veel mensen dood aan gaan.
Want hier in die tunnel liggen ze meestal in die tunnel te campen en te wachten. Dus ja, dan kom je er heel moeilijk door. En datzelfde bij B, staan ze op die, volgens mij is het een soort heftruck-achtig graafmachine of zo. Staan ze daar op te, ja, op te wachten. En dan is het toch lastig om, ja, om voorbij hun te gaan. En daarom probeer ik daar altijd niet te komen. Oké. Nou ja, uiteindelijk het doel is natuurlijk hier een Moab halen. Ja, ik weet niet of je hier nog wat kan vertellen hierover, op het punt waar je nu bent. Is het nou, ja, ik denk dat ik hoeveel nou zou hebben, 17 kills of zo in die richting. Ja. Je ziet wel dat ik nou iets minder aan het campen ben dan in het begin. Ik kon het toch niet laten. Het campen zit niet in mijn scenario eigenlijk. Ja. Dus ik moest toch wel even gaan lopen. Want je ziet meteen dat je eigenlijk bijna dood bent, want ja, het gevaar is natuurlijk als je gaat lopen. Dat je dan gekild wordt natuurlijk. Ja, daar kun jij zeker over meepraten, Fish, of niet dan? Ja, op deze map wel, ja. Op deze map wel, hè. Volgens mij vorige keer 15 kills en toen dacht je, ik zal eens een keer gaan lopen. En toen was het zo gedaan, denk ik. King zei tegen mij van, ja, je moet wel, als je nou een Moab wil uploaden, dan moet je echt een beetje een mooie Moab hebben. Je zegt, ga nou wat lopen. Ja, ik zet nou zeg maar 10 stappen en ik ben meteen dood. Dus ja, dat was niet helemaal volgens de planning, zeg maar. Nee, dus hij geeft jou niet altijd de goede tips, zeggen we nou maar. Ja, meestal wel. Iedere keer dat ik rij, we kunnen in principe een veel bredere, goede gamer, zeg maar. Ik ben er zelf best wel goed in, dit. Ik heb zelfs niet een extreem hoge ratio. Maar ja, het probleem is eigenlijk meer dat als ik zeg maar op één punt ook blijf zitten, dat ik gewoon zeg maar jeuk krijg. En dat kan ik gewoon niet, zeg maar. Dan moet ik gewoon weg daar. Het voelt heel onnatuurlijk aan, zeg maar. Ja, ik heb dat ook wel. Ik van mij vind het best om, om een gebied te pakken. Dus tussen twee vlaggen te lopen. Maar de hele tijd in bijvoorbeeld, stel dat ik hier de hele tijd nou in dit kleine gebouwtje blijf staan, dat vind ik niet zo lekker. Ja. Zeg maar. Dus, Fish, had je net al eigenlijk al in de gaten dat je heel veel zeg maar zei. Zeg maar. Ja, zeg maar. Oh, oké. Okay. Ja, ik denk, het is nou geen nogmaals of schaal van mij, want ik zeg heel vaak schaal. Ja, nee, ik probeer een beetje op te letten. Het is wel leuk om een beetje andere commentaries natuurlijk te maken. Dus, ja, dat is zeker. Lieve sniper te campen natuurlijk. Ja, hier had ik dan mijn Moab gelukkig binnen. Ja. En je zal zeggen, waarom kan hem niet gelijk in? Nou, ik zat hier met Delete NL van Team Diver in. En ik zei eigenlijk van, ja, ik zou hem een beetje op het late moment inkallen. Maar ja, toen zijn we straks over, ik denk ongeveer, ik weet niet hoe lang, over, ja, even een tijdje verder kal ik hem toch in. Omdat, Jeff zei, kal hem nou maar gewoon in voor de rest. Hebben we direct misschien een INP of zo. En dan, ja, dat is het gevaar, hè. Dat is het enige gevaar eigenlijk van als je een Moab hebt. Ja, er is nou een ander gevaar. Tenminste, ik heb gehoord dat je nou met een Javelin een Moab eruit kan knallen. Oké. Okay. Dat heb ik van een aantal subs gehoord. Ik weet niet of dat zo is. Maar die zeiden dat die een Moab nou uit de lucht kan knallen, die explosie. Oké, dat is wel heel erg vaag. Ja, dat lijkt mij ook heel erg vaag. Maar hun waren er zo van overtuigd dat het kon. Nou, dat moeten we maar denk ik de komende tijd in de gaten houden. Ja. Hey, speel je veel nog? Nou ja, de laatste tijd speel ik wel iets minder, want... weer voetbal bezig en zo. Ja, tenminste, ik moet weer zelf voetballen. Dus ik speel nou meestal alleen maar 's avonds nog. Om gewoon rond 9:30, 10:00 tot 1:30, 2:00 s'nachts. En dan is het weer gedaan. Dus dan moet ik mijn gameplays halen. Ja. Nee, het is misschien leuk ook. Het is natuurlijk ook een beetje richting het einde van de vakantie. En dan doe ik minder tijd om te gamen. Het is natuurlijk ook leuk als we eventueel even in de komende tijd misschien nog een gameplay van mij samen commentary erop geven. Dan andersom op jouw channel in ieder geval. Deze komt natuurlijk ook op jouw channel. Ik zie dat je motor ons inkoopt. Nu dan. Ja, nu wel. Ik denk, ik zal het maar eens een keer doen. Hè. Als we gelijk staan, moeten we even toch recht trekken. Dus toen had ik dacht ik een goede tijd voor Moab in te callen. Daarom deed ik dat nou ook op dit punt. Om toch even weer die twee caps te pakken en proberen voor de winst te gaan. Oké. Okay. Nou, dit is in ieder geval, ik zie dat het wel een klein beetje oude gameplay is, want je bent ondertussen helemaal uitgeleveld. Ja, dat wel, ja. Ik heb nu 30 prestiges gehad, want ik heb 10 prestiges gehad en daarna ben ik teruggezet. En nu weer 20. En ik prestige nou niet meer, want dat is veel te veel werk nou. Ik
Ik wil gewoon alles goud hebben, eigenlijk alle challenges helemaal klaar krijgen. En dat is vis eigenlijk, daar ben jij eigenlijk wel de koning in, als ik het zo mag zeggen. Ja, inderdaad. Nou, als ik hier gewoon live capture kaartjes, zoals ik het hier laat zien, ik probeer inderdaad alles dicht te krijgen. Dus, nou, we zien dat de gameplay een beetje op het einde loopt. Ja, ik weet niet of jij zelf nog wat dingen kwijt wilt. Op zich nou niet. Ja, het is gewoon ja, voor de mensen die misschien nog nooit de Moab hebben gehaald. Toch, ja, toch al de tips van Mai, Fish, The King, eigenlijk allemaal toch even bekijken als wij ja, een videootje posten. Dat is denk ik wel het belangrijkste als wij ja, een Moab posten. Want je kan van iedereen wel leren, dus ook van de iets mindere goden in Call of Duty. Tenminste, dat is mijn mening. Ik weet niet hoe de Fish erover denkt. Ja, ik ben zelf leer ik ook heel veel, joh. En, ik ben zelf ook niet de allerbeste gamer. Ik doe altijd mijn best natuurlijk. En ja, ik ben wel meer een teamspeler. Dus, ja, ik vond het in ieder geval leuk om weer dit gedaan te hebben met je, Erik. Ja, graag gedaan. Nou, je ziet het hier, flawless. Play an entire full length match without dying. Ja, dat is zeker mooi. Dat is zeker mooi. Ik zou zeggen, Erik, bedankt. Ja, graag gedaan. Ik zou zeggen, jongens, kijkers, tot de volgende keer. En dan ja, zien we jullie later.